Ja, we staan bij Injas, ook kandidaat natuurlijk voor de Mr. G Vlaanderen, Belgium, dit jaar. Injas, hoeveel jaar bent u? Heel goed. Het is een beetje overweldigend met alle camera's en zo, maar het is wel heel plezant. We zijn hier al toch 3 weken naartoe aan het werken en het gaat heel leuk. Dus eigenlijk nog pas drie weken dat je weet dat je kandidaat bent? Of? Ja, 3 weken geleden hadden we de casting in Mol in het weekend. En daar zijn van 40 kandidaten naar 12 kandidaten gegaan. En sindsdien zijn we erin gevlogen. Dat zal wel. Is dat de eerste voorstelling die je moest doen voor de pers dan? Of zijn er nogal persvoorstellingen geweest? Dit is de eerste voorstelling. Vanaf nu is het bekend. Nu mag heel de wereld het weten. Hiervoor was het nog een beetje in het geheim werken. Of onze flyers, posters die gemaakt moesten worden. Maar nu is het de moment om door te breken. De wedstrijd kan nu eindelijk beginnen. Ja. Maar u bent gewend van het podium te staan? Want u doet iets in de showbiz? Of? Ik ben een professioneel danser. En ik ben wel gewend om op een podium te staan, maar toch spreken op een podium is altijd anders dan gewoon bewegen. Dus het is toch wel een beetje onwennig, maar het gaat wel. En waar dans je dan? Is dat in discotheken of is dat bij je eigen dansschool? Of? Ik dans in de dansschool van Studio 100 en ik heb mijn humaniora en de kunstmaniora in Antwerpen afgestudeerd. Ja. En gaan er heel wat mee van Studio 100 dan? K3 of zo? De K3-tour doe ik nu niet mee, maar je kan me af en toe wel bekijken in Ghost Rockers, een programma op Ketnet. En er staan nog wel wat projecten gepland. En waarom meedoen aan de Mr. G-verkiezing voor jezelf dan? Allee, wilt je in de belangstelling blijven komen als presentator of als danser enkel nog? Of wil je toch nog verder gaan? Ik doe vooral mee omdat ik een duidelijke boodschap heb. Ik wil echt een jeugdbeweging, Holibies en jeugdbeweging is mijn thema. En ik wil een jeugdbeweging echt een plek waken waar iedereen zichzelf kan zijn. Maakt niet uit waar we vandaan komen, maakt niet uit welke slag we vallen. En daarom wil ik meedoen. Het is niet om per se in de showbiz te blijven of om mijn danscarrière een boost te geven. Het is vooral omdat ik die boodschap wil overbrengen en dat ik echt wil duidelijk maken aan iedereen van kijk, een jeugdbeweging is een plek waar je jezelf kan zijn en je hoeft je nergens voor te schamen. Dat was eigenlijk mooi afgesloten. Waar kunnen zij stemmen? Want ze kunnen vanaf vandaag stemmen. Op www.out.tv en daar kan je klikken op Injas Vermeulen. Voilà, veel succes zou ik zeggen. En ik zou zeggen, hopelijk tot Mr. Belgium 2016 dan. Hè. Dank je wel.